Wel meer goede resultaten gehaald, maar een belangrijk resultaat afgelopen woensdag tegen Willem II, de inhaalwedstrijd. Die werd gewonnen met 1-0. En dat betekende toch een beetje het einde van de rouwperiode rondom het overlijden van David Di Tommaso, of niet, Foukeboy? En voetbal en sport is natuurlijk een heel goed middel om ook dingen van je af te kunnen zetten. En dat hebben we bij Willem II uit toch gedaan. Een goed resultaat. Ook verdiend, hè? Dus niet gestolen. En nu moet het zich ook gaan vertalen weer in een wedstrijd zoals tegen Heracles. Ja, dan wordt het allemaal ook weer wat vrolijker. Want ja, het leven gaat door. Zo is het ook, hè? Inderdaad, het leven gaat door. Maar naar aanleiding van het overlijden van David Di Tommaso werden van alle spelers van FC Utrecht afgelopen week nog wel een hartfilmpje gemaakt. En daar bleek bij iedereen alles in orde te zijn. Dan de wedstrijd. Heracles Almelo. Het speelde vandaag met Jan Buitens in de basis in plaats van Marnik Smit. Van het Waterhuis kijkt me aan. Die denkt bij zichzelf, wie zijn die namen? Thijs Sluiter en Sergio Helling spelen ook in de basis. U ziet ze er allemaal staan samen met Hirayama. Utrecht trainen trouwens vanaf vrijdag al op het kunstgrasveld van Heracles Almelo om er goed aan gewend te raken. En we zien dat Fortuné weer in de basis staat. Hij verdrinkt Nelissen. Albert Manting geeft het commentaar. 20 jaar geleden won Utrecht de enige confrontatie in de Eredivisie in Almelo. Het werd 2-3. Dat gebeurde nog aan de Bornse straat. En de man van de wedstrijd toen was John van Loen. Hij scoorde 2 keer destijds. En hij is tegenwoordig assistenttrainer bij FC Utrecht. Kruis kan redelijk vrij aannemen. En een hele wilde tackle van Hoogma. En die gaat direct een kaart krijgen. Geel voor de aanvoerder van Heracles. En dan zijn er gemoederen, ondanks de lage temperaturen, direct verhit. Daar gaat Kruis. En dan is het Hoogma die meedogenloos ingrijpt. Sluiter werd vastgehouden door Tindalli. En dus is er de vrije trap voor Heracles. Noemela trapt. Niet ongevaarlijk. En de redding van Terrel. Ternauwernood. Eerste grote kans van de wedstrijd. Hij is er voor Heracles. En het is wie anders dan Hirayama die dicht bij de openingstreffer is. Mika Noemela. Niet ongevaarlijk. En de redding van Terrel opnieuw. Het is wederom Hirayama die dicht bij een goal is. Er gaat enorm veel dreiging uit van de reizige Japanner. Hoofdrol opnieuw voor Sota Hirayama. Die goed kopt en Terrel die precies goed staat. Anders was het 1-0 geweest. Sluiter handig weggedraaid. Vastgehouden door Douglas. En vandaar de vrije trap. Noemela achter de bal. En wederom een soort vechtpartij. Hirayama ligt daar op de grond. Het is Keller die het vuurtje opstookt. En Bossen gaat nu eindelijk een keer ingrijpen, zou je zeggen. Keller krijgt geel. Dat lijkt me terecht. Het gevaarlijke wapen tot nu toe is van Japanse komaf. Kijk eens hoe Hirayama vastgehouden wordt. Ja. Je mag hem toch op de stip leggen. Als je het gezien hebt en Keller dus geel geeft, dan moet je die bal ook op de penaltystip durven leggen. Fortuné. Sluiter, Maas, Hirayama, Huscher, Sluiter. Dat is een uitstekende aanval. Thijs Sluiter probeert het zelf, probeert ook de voorzet richting Noemela. Hij was net niet op maat. Halverwege de eerste helft is de conclusie gerechtvaardigd dat het aardig is tot zover in Almelo. Sander Keller. Het is geen slechte bal tot bij Fortuné, die ook zomaar door mag lopen van Nico-Jan Hoogma. En ook mag scoren. De derde goal van de Fransman dit seizoen. En een hele makkelijke. Uit het niets komt FC Utrecht heel gemakkelijk op voorsprong. De lange bal van Keller. Die stuit het 1 keer. Tussen Buitens en Hoogma door is het Fortuné die door mag lopen. Maas kan ook niet meer keren op de doellijn als Piekenhagen al geslagen is. En zo komt FC Utrecht op voorsprong. Marc-Antoine Fortuné. Thuispubliek gaat erachter staan. En dan willen hier nog wel eens aardige dingen gebeuren. Hirayama gaat liggen, net buiten het 16 meter gebied.
Makkelijk gegeven. Wuitens achter de bal. Noormela staat daarnaast en ook Maas. Wuitens. En een streep op de paal. En dan 100% de kans voor Hellings. Hij jaagt hem over. Prachtige vrije trap van Jan Wuitens op de paal buiten het bereik van Terrell. En dan moet het toch 1-1 worden, maar dat gebeurt niet. Keller. Leek weinig aan de hand. Hirayama blokt die bal. Keller gaat wel heel erg theatraal naar de grond. Hij is te laat, Hirayama, en raakt de Utrecht-verdediger op de voet. Wuitens. Piekenhagen. Zomaar in de voeten van Kruis. Die legt af. Machi. En dan is het niet 0-2. Daar mazzelt Heracles. De fout van Piekenhagen wordt niet afgestraft. Zwak met de voet. Zomaar in de voet van Kruis. Die behoudt het overzicht. En Machi lift hem dan over de Duitse doelman van Heracles heen. Maar ook op de paal. Fortuné kan doorlopen. Het is geen buitenspel. Piekenhagen komt. Fortuné gaat neer. En Bossen gaat de spits van FC Utrecht een gele kaart geven vanwege een zwalbe. Is deze beslissing van Bossen de juiste? Raakt Piekenhagen Fortuné? Jazeker. En dus is deze beslissing van Bossen niet de juiste. Had Piekenhagen wellicht rood moeten krijgen. Maar dat Fortuné geel krijgt voor deze actie is eigenlijk onbestaanbaar. Van Steensel. Huscher, de voorzet van Huscher, is daar de kans. Tameres en de redding. En dan alsnog de goal. En wie anders dan Sota Hirayama brengt Heracles op gelijke hoogte. De man die een aantal kansen kreeg in de eerste helft, breekt uiteindelijk de band. Het is verdiend dat Heracles op gelijke hoogte komt. Dat zeker. Huscher. En dan Tameres, de aanname, de redding is niet afdoende van Terrell. Hirayama reageert het meest attent en maakt het simpel af. 1-1. Tameres, tussen twee mannen in, lukt het hem niet om de bal in bezit te houden. Maas, Huscher. Gaatje wordt getrokken door de Vries. Huscher, kan hij uithalen? Dat kan hij. En de redding van Terrell. Prima actie, Mark Huscher. De lengte van Tameres in dit geval wordt gezocht, ook gevonden. En de kans wellicht voor Rudy Jansen. Noormela. En de kans. En wat voor eentje. Hij had zich vandaag onsterfelijk kunnen maken. Sota Hirayama, maar hij schiet hem over. In zijn debuutwedstrijd scoorde hij 2 keer tegen ADO. Nu doet hij hetzelfde bijna opnieuw. Een geweldige wedstrijd die hier in 1-1 eindigt. Hirayama, de man van de wedstrijd. Hij scoorde aan het einde van de wedstrijd de verdiende gelijkmaker voor Heracles. Twee ploegen gingen tot het gaatje en soms eroverheen. Een geweldig voetbalspektakel hier vandaag eindigt in een gelijkspel. Over de hele wedstrijd en het enthousiasme wat Heracles heeft gebracht en de eerste 20 minuten, dan zou 1-1 kunnen. Want die bal kan er altijd nog een keer invallen als je lang op 1-0 voorsprong blijft. De druk gaat wat toenemen. Aan de andere kant denk ik dat het cruciale moment in de tweede helft lag. Toen Fortuné doorgebroken was en wezen de keeper eraf had moeten gaan. We begonnen goed aan de wedstrijd. Wij kregen de kansen. En uit het niets valt die goal voor Utrecht opeens. Dat zette de wedstrijd, vond ik, wat op zijn kop. Vlak voor rust kunnen zij nog wel op 2-0 komen. Maar als je ziet hoe wij hier gestreden hebben en ervoor gevochten hebben en ook toch een aantal kansen hebben gehad, dan had een overwinning niet meer staan. Maar uiteindelijk ben ik blij dat we vlak voor tijd nog gelijk maken, want anders was het helemaal zuur geweest. Inderdaad, zo pakt Heracles een puntje met Jan Wuitens dus in de basis. En ik deed daarmee Ronald iets te kort, want die schijnt Jan Wuitens erg goed te kennen. Nou, erg goed is wat overdreven. Maar toen jij die naam noemde, dacht ik van, hey, daar heb ik ooit mee gespeeld. Bij PSV, ja. Ja, die Jan Wuitens inderdaad. Die. En Marnik Smit kende je ook goed. Ja, heel goed, ja. Sergio Hellings. En... Ja, ja, ja. Ja.
We gaan kijken naar het overzicht van alle andere wedstrijden die tot nu toe zijn gespeeld op de vrijdag en de zaterdag. Te beginnen met Sparta tegen Vitesse. Op het moment dat de Sparta-fans